Zie jij een gewone man? Absoluut niet. Hoewel, dacht ook niet, maar... Kan hem zijn, hè? Het is ongewoon, ja. Ja. Goedenavond. Dag, meneer. Mag ik u even wat vragen? Jazeker. Hoe laat staat u naar ons morgens? Nou, s'winters een kwartiertje eerder. Dan moet ik altijd mijn autoruiten schoonkrabben. Is het wel gewoon? Het is wel gewoon, ja. Zeg, mag ik ook iets vragen? Jazeker. Heeft u hobby's? Ja, ik ben zaterdagmiddags altijd jeugdleider bij die jonge vrouw bij het voetballen. Wat gewoon, zeg. Dit is hem. Nou. Dit is hem. Hoe gaat u 1984 in? Gewoon, hè. Ik ga eerst luisteren naar het nieuwjaarsconcert uit Wenen. Ja. En dan, daarna kijk ik altijd naar het schansspringen uit Kermis Pattekie. Zeg, en intussen stiekem hopen dat eentje naar beneden lazert, hè? Ja. Inderdaad. Het is hem. Eindelijk hebben we hem te pakken. Kan u met ons zo meteen meekomen naar de VARA? Want daar hebben ze u heel hard nodig. Ja, zeker. Ja? Ja? Zullen we gaan dan? Kom op. Ja, maar eerst mijn glas zetten. En ook in 1984 blijven wij natuurlijk doorzoeken. U helpt in ieder geval goed mee. Deze is ingestuurd door de dochter van Ben van Dullemen uit Didam. Signalement van Ben. Lengte gewoon, gewicht nog gewoner, uiterlijk het gewoonst, eigenaardigheden geen. Komt u de richting? Ja. He? En dit is de heer Roest uit Brielen, dat is ook niet mis. Die drinkt prik en die houdt van yogi drink. Hij rijdt in een DAF. En hij kijkt vol overgave naar de consumentenman. En hij geeft nog aan collectebussen. Wel gewoon hoor. Dus als u nou blijft sturen naar postbus 175 1200 AD in Hilversum. Ter attentie van gewone man gezocht. Dan gaan we hem vinden hoor. Dan moeten we eruit komen. Ja.